Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe game van Ring of Heroes. En wat ik nu aan het doen ben, is ik was gewoon rustig aan het vechten, ergens in deel 3. Alleen nu kreeg ik ineens dit scherm, dus dat betekent dat er weer een soort van tutorial komt. Ik dacht van, dan maak ik weer een video. Dus ik denk dat het een soort, volgens mij is het Arena. Dus waarschijnlijk, het staat sowieso in de titel van de video. Dus jullie weten waar jullie het over hebben. Ik weet dat op dit moment nog niet. En dit is ook cool. Mensen zijn dus hier, je kan dus aan het chatten met mensen. Dan kan je het gewoon zien, dus dat is wel heel cool. Ik ga gewoon op battle klikken, want Flynn die is dingen aan het vertellen. Oeh, de arena is waar je tegen andere spelers kan vechten. Je zal kijken of je ability van... Dus of ik mijn eigen kracht kan testen. Oké, dus we gaan het gewoon doen. Kelly, in arena you can choose your opponent yourself. You can choose opponents with similar abilities. Oké, dus ik moet een opponent kiezen. Die een soort van dezelfde categorie is. Oké, de score is bepaald door het resultaat van de battle. Oké. En je score die bepaalt je grade. Oh, want de grade is belangrijk. Oh, dat zit echt met brons en zo. Vet cool, dit is gewoon ranked. Oké. Super cool. Oké. Je kan je current score is 1000. Oké. En your score will decide your grade. Ja. Yeah. Your score will reset every Monday based on your grade. Oké. Oké, dus ik kan elke dag participations doen. Dus ik moet dus echt zorgen dat ik 3 keer per dag sowieso, denk ik, deelneem. En de arena krijgt me elke dag dingen based on your grade on the previous day. Oké. Ik moet elke dag arena spelen, oké? You can choose your battle partner here. You can also find partners of similar level. Waar? Ik zie niet waar. Dat zou kunnen. Of je kan een zwakke partner kiezen. Oké, dus je kan ook met z'n tweeën. Dus het resultaat is van beide samen. Als ik tegen een sterkere partner moet... Oh, partner is mijn tegenstander. Denk ik dan. Als ik win tegen een sterkere tegenstander, dan krijg ik een hogere score. Maar als ik win tegen een zwakkere, dan krijg je dus niet zo'n hoge score. Oké. Dus het is beter om te winnen dan te verliezen, dat snap ik, ja. Nou, ik ben nog maar level 8, geloof ik. Dus ik denk dat we voor level 6 gaan. Wat moet ik nu doen dan? Moet ik wachten op diegene of moet ik gewoon spelen? Oh, hij heeft al. Oh, joh. Oh, nee. Ik weet niet of dit wel kan. Dit gaat wel heel snel allemaal. Wacht even, hoor. Hij heeft wel goeie. Oh, maar ik ook. We gaan gewoon starten, denk ik. Oh, dat is wel een cool plaatje. Oh, wat cool. Het is echt een arena. Oké. Ik wil het zelf bepalen nu. Want dit is toch wel de eerste keer. Die Blaze gaan we doodmaken. Of haar. Oké. Oh, ik moet natuurlijk... Ik ben helemaal gewend dat ik... Die stelt wel. Nee! Dus dan moeten we toch maar op dit doen. Tot ik echt kan vechten. Want het kan niet doen. Oh, en ik heb niet de goede aanvallen van... Ik moet de heal hebben. Waarom heb ik geen heal? Nee. Nu kan ik echt heel weinig aanvallen, maar ook. Chompy, kill hem. Chompy is al dood. Ik ga dit niet winnen, denk ik. Oh, oké, misschien wel. Want ik heb de Chompy nog, hè? Oh, nee! Nee! Kill. Oh, wat, hoe kan hij nou ineens leven dan? Doe je shield. Doe je shield! Doe je shield! Nee, nee, doe je shield! Ik ga denk ik dood. Nee. Oeps. Oké, dit was gewoon dom. Oké, dat is niet goed. Want mijn team was gewoon verkeerd. Maar ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. Dus we gaan hem gewoon nog een keer proberen aan te vallen. Ik heb 15 punten verloren. Maar dit is helemaal niet de bedoeling. Ik wil deze niet. Ik wil mijn heal. Ik vind het best wel stressvol. Als ik eerlijk moet zijn. Oké, dus ik heb water. Waar zijn mijn elemental dingen dan? Kan ik dat nog ergens zien? Waar wat goed is tegen wat?
En ik heb ook nog wel runes en zo. Deze heeft niet eens runes. Oké, we doen het één keer automatisch, want ik ga gewoon kijken wat er dan gebeurt. Misschien is dat gewoon de truc. Misschien ben ik gewoon zelf slecht en kan ik beter niet zelf vechten, maar moet ik ze gewoon voor mij laten vechten, dat spel. En dan gaat het wel goed. Lekker jetpack, gewoon lekker healen. Zo kan ik gewoon rustig blijven zitten, rustig aanvallen. En zo komen we er wel. We moeten gewoon zo doen. Bijna. Oh. Likken dan! Krijgen we ook XP hiervoor? Nee. Oh, ik heb 16 punten gekregen. Dat is mooi. Ik wil eigenlijk wel kijken of ik een level 10, maar ik zie niet precies mijn eigen level. Maar dat zal wel gewoon... Oh, ik kan ook naar beneden nog. Level 22. Dat gaat nooit lukken waarschijnlijk. Oké, maar wat is de hoogste van de mensen? Oké. Dus waarschijnlijk ben je met 2000 een hogere. Maar ik heb vet veel van die gear dingetjes, dus ik kan gewoon heel sterk door blijven vechten. Dan gaan we naar een level 7. Oh nee, laat maar. Dat is wel heel goed. Kunnen we terug? Deze, is het een andere level 7 of 14? Dat kunnen we proberen. Hij heeft geen companion, wij wel. Maar ja, die chompie doet natuurlijk niet heel veel. Nou, dat vind ik echt mooi. Ik wil het echt een screenshot. Want dat zijn echt mooie screen dingen. Ja, kill stealth 11. Oh, joh. Heel. Oh, dat was een beetje te laat. Oké, die eerst. Hold up. Waarom doet niemand van mij wat? Volgens mij glitst het wel nog een beetje. Ik hoop dat er ook krachten zijn die je kan reviven of zo. Oh. Die heal heb ik helemaal niet nodig. Waarom doe ik dat nou? Deze heeft natuurlijk nu een hele erg cooldown. Dat is niet zo handig. Ik denk dat ik hem nu al heb. Nee. Jetpack is wel heel sterk. Dat moeten we nog even. Yes. Maar je moet het dus wel echt heel vaak doen. Oh, 10 gems. Oké. Okay. Daily participation reward. Dan moeten we 5 keer. Oh, we gaan er gewoon voor. Maar... Dus zo'n level 3, is dat dan heel simpel? Maar hoe kan iemand van level 3 al in de arena zijn? Dat kan niet. Dus dan is die zeg maar gewoon... Dit zijn allemaal gewoon random mensen. Ik kan die van level 10. Die vergeet... Oh. Hoe kan je level 10... Oh, ben je dan zo hoog al? Maar die verliest steeds, dus dat is niet handig. Ik moet denk ik maar gewoon... Ik kan tegen hem heb ik gewonnen. En die anderen zijn allemaal... Ik ben zo bang een beetje voor. We gaan die level 3 gewoon doen. Dan gaan we gewoon kijken hoeveel punten we krijgen. Oh. Weer te laten terug. Screen. Oh, ik wil even zo. Oh. Zo dan. Oké, dit is wel heel erg makkelijk. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want het moet wel een beetje challenging zijn. Oh, 14 punten! Nou, waarom zou ik dan tegen die van 6 gaf me ook 14 of 15... 16 punten gaf die me. Nou, dan ga ik ook tegen deze vechten. Ik ga er gewoon tegen ze allemaal vechten. Want ik hoef toch niks te doen. Oh, sprintscreen. Ik ben denk te laat. Ik moet dat onthouden. Iedereen heeft wel een beetje dezelfde, maar niemand heeft nog zo'n coole jetpack. En ik wel.
ben echt heel erg benieuwd of jullie welke speciale jullie al hebben. En of jullie al een speciale hebben. Ik zal de chonkie nog stellen en gewoon voor het idee. Oh, en ik sta ook echt van go for it, poppetje. Dat is wel cool. Ik zou echt heel graag deze characters willen. Vooral die light jetpack vind ik prachtig. Kill hem, wat gebeurt er jongens? Goed zo, lekker jetpack. En ik heb toch het idee dat ze misschien wel sterker worden hoor. Want ik kan me niet herinneren dat zij 15 was. Oh, nu krijg ik maar 12? Nou, wat is dat van bullshit? Oh, coins. Oh ja, want hotdog staat daar, dus daar kan ik niet meer vechten dan. Ik ben nog niet klaar hoor, ik moet nog door. Oh, kijk, ik ga nu wel tegen de dingen aan. Ik wil nog 3 keer winnen. Maar daar ga ik echt niet tegen winnen. Deze mensen zitten dus allemaal bij mij in de league. Oh, die heeft Flare Wolf. Ik heb water nodig. Maar kan ik niet... Oh, kijk. Nee, niet zo. Ik wil gewoon graag zien waar welke elementen wel goed zijn. Ik denk toch maar stealth elf mee, ja. Nee, dat is goed zo. Safe. Oké, we gaan dit proberen. Maar dat wordt wel lastig. Ja, kijk, ze zijn wel een lager level, dus dat scheelt. Print screen. Volgens mij was ik op tijd. Als ik op tijd was, dan is dat het thumbnail van deze video. Gewoon 1 kleine aanval op haar. Lekker dan. En dan gaan we op die flare move. Echt wel cool dat hij erin zit. Ik mis alleen camo. Dat zou ik zo leuk vinden als hij erin komt. Maar waarschijnlijk is het met de release ook echt super cool dat er niet zo heel veel enemies, Skylanders, in zitten. En er wordt het steeds meer. Ik heb deze auto mode vind ik helemaal geweldig. Omhoog. We gaan hard omhoog. Misschien gaan we de 2000 wel halen. Dan gaan we misschien wel omhoog. Oké, maar nu wordt het dus wel moeilijker. Die heeft tritip. Dat is ook heel cool. Ik moet ze gaan trainen, denk ik. Want ze zijn eigenlijk nog net niet hoog genoeg. En ik denk dat in dit geval nu Blades wel cooler handig is. Oh. Oh, het verschilt ook, de power. Ja, Blades is wel beter nu. Start. Nee, ik moet nog 7. Oh, ik heb wel bleed. Oké. Val hem eerst aan. Oké, dat gaat hartstikke makkelijk. Had ik niet verwacht. Pak tritip, jongens. Pak tritip. Oh, dat gaat wel hard. Als jetpack wil healen? Nee. Chompy. Ik kan dus nu niet meer... Oh nee, ik ga dit verliezen denk ik. Met Chompy, nee. Waarom heeft hij nou ineens zo... Oh, dit is wel echt heel spannend. Je kan het, Stealth Elf. Kill hem. Chompy. Yes! Oeh. Nice. Rond 1. 12 punten omhoog. Nou, dat was wel een grote struggle. Dus ik vond dat ik wel meer punten omhoog mocht, maar oké. Oké, dus dit hebben we allemaal gewonnen. Dus nu moeten we tegen deze persoon. Ja, daar ga ik echt niet tegen vechten. Level 17, ben gek. We kunnen wel proberen die van level 10, maar dat ga ik nooit halen. Wacht, even kijken. Nee, dat kunnen we niet halen. Oké. Rank. Oh, zo kunnen we mensen zien. Mensen zijn al level 42, 45. Kan ik ook mensen op... Kan ik die ook zoeken? Wow, check hoe cool. Dat is wel echt heel cool. Dus daar kan je echt niet tegen vechten. Die kunnen dus al level 5... Oh, dan ga ik even nog meer bekijken. Zo, die zijn awakened. Oh, dat is zo cool. Ik wil ook awakened. Wat heb je op level 20?
level 30 hier bijvoorbeeld. Hij heeft Starcraft. Oh, wat. Maar dit is natuurlijk wel de top zoveel, dus die zijn gewoon super goed. Oh, die heeft ook gewoon een awakened skill. En een vet goede chompie. Ik kan natuurlijk mijn chompie ook wel sterker maken, maar ik heb niet het idee dat dat nou heel veel zin heeft. Level 19, die staat wel hoog. Super cool. Heel veel gebruiken, dus echt wel dingetje. Ah, ik moet zo omhoog. Even kijken bij de top 3 dan. Deze zitten dus allemaal in gold. Awakened, awakened. Ja, heel veel gebruikers echt chill. Ah, interessant. Wat is max? Dus dat is dan level 60? Moet wel 60 zijn. Heel cool. Nou ja, dat was wel mijn arena. Dus heb ik nu ook wat gehaald? Yo. Oké. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben benieuwd hoe ver jullie in de arena zijn en welke league jullie zitten. Zijn jullie brons zoals ik of zijn jullie veel beter? Waarschijnlijk zijn jullie veel beter, want ik ben nog best wel nieuw en ik ben ook nog maar level 8. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe dan een dikke duim op de video. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei!